boomers, hou ze alsjeblieft tegen. Ach, we kennen het verschijnsel allemaal. We hebben het al een keer eerder besproken in deze video. Boomers, oude mensen die op het internet zitten. Het is niet voor ze gemaakt, maar toch doen ze een poging tot. En dat resulteert in hele gekke dingen. En Karen is daar een voorbeeld van. Karen is ontsnapt uit de TBS-kliniek en nou gaat ze los op Instagram. Dit account is zo bijzonder op Instagram dat we niet weten of het ironisch is of niet ironisch. Waar kwam je haar tegen? RTL Nieuws. Die hadden een post geplaatst over de Elfstedentocht dat hij niet meer door zou kunnen gaan. Nooit meer. En dat schoot bij Karen in het goede keelgat. Daar was ze wel over te spreken. Daar was ze hartstikke blij mee. Want Karen is namelijk zelf een keer aangeschaatst door een schaatser. Dus ze heeft niks meer met die lui. Dus dat is al heel bijzonder. Dus dat klinkt natuurlijk als satire. Is iemand die nou een leuke act aan het opvoeren? Maar als je naar het account gaat, ja, dan is het nog niet helemaal duidelijk. Wat dachten we hiervan? GLS. Het is tijd voor een kleine storytime. Schurk. Rotvent. Dit busje van oplichtersbende GLS stond vandaag midden op straat in Hanen. Door een omleiding moest ik de straat met dit busje passeren. Fietsers moesten de stop op. Sorry hoor. Gaat goed. Ik was lekker bezig en de setting werd een beetje gecreëerd en dan zeg ik stop. Maar de stop op, dat bestaat helemaal niet. Slappelingen die zich willen laten onderdrukken en zich als oud vel willen laten behandelen, gingen de stoep op. De karakterlozen. De karakterlozen gingen om het busje heen. De schapen. Maar Karin niet. Nee, natuurlijk niet. Ik geef om mijn eigen eer en vandaar dat ik het bezorgertje aansprak. Ik zei dat hij net op straat stond. Hij antwoordde met ja, wie niet hier. Ik wees hem erop dat hij het busje zou kunnen verplaatsen. Mijn 15-jarige dochter had van mij toestemming op een krantenwijk te nemen. Op voorwaarde dat ze mij nooit wakker zou maken, 's ochtends als ze aan het werk ging. Ik trek die toestemming weer in. Bezorgers zijn letterlijk het laagste van laagste. Die moet nou professionele hulp hebben. Heel vreemd volk dit. Dus Karen, dit lijkt satire, maar wat is dit dan? Wat denken we van de heren van de tandem naar Marokko? Die ons idee hebben genakt. Vergeet dat niet. Moet je dus even nagaan, dat wil ik ook nog even zeggen. We zijn ze tegengekomen. Topgozers. Maar moet je dus nagaan dat wij hier aan het ploeteren zijn. Jaar in, jaar uit. Allemaal ideeën. Allemaal dit en dit en dat. En dan komen we met één goed idee. We hebben geen tijd om het uit te voeren. Iemand anders loopt ermee weg. En bam. Het ontploft. Het ontploft. Het is toch ongelooflijk. En nou worden ze gesponsord door Easy Toys. En wij zitten hier. Ja, we zitten hier in een... Nou, kraakband is niet, hè? Nee, nog niet. Kan zomaar fout gaan. Maar daar reageert Karen van Engelenburg op de video waar zij met de kano naar Parijs gaan. Karen vindt het helemaal niks. Die vindt het een slecht idee. Die kan deze mensen ook niet lekker een ding laten doen. Die is boos. Hoe moet ik verwachten dat jonge westerlingen hun bijdrage aan de verzorgingsstaat leveren die zij verplicht zijn te leveren als dit soort snotjochies aan dit soort tijdverspilling doen? Voor aandacht en lol. En wat doet zij? Wat doet Karen? Daar ben ik nou wel benieuwd naar. Want ik zag in haar bio dat ze houdt van het Nibud. Dan gaat er bij mij toch al iets van een uitkeringsgevoel opspelen. Ja, ben jij misschien niet gewoon onze zuurverdiende belastingcentjes aan het opmaken? Karen is gewoon een bijzonder mens. Ze is allergisch voor onrecht. Dat vind ik zo mooi aan Karen. Ze is allergisch voor onrecht. Zij zouden echt goed met Tim Hofman overweg kunnen, denk ik. Ja, 100%. Karen en Tim, even een edit. Even een kleine ja, edit. Ja, oké. Met meester Frank Visser zou ze ook goed kunnen opzitten. Dat denk ik ook. Ja. Kleine edit? Ja, eentje dan. Weet je waar ik denk dat Karen goed mee op zou kunnen schieten? Ankie van Gunsen. Ja, dat denk ik ook, ja. Omdat die paar... Ja. Kleine edit? Ik ga wel eventjes kort kijken. Zij houdt van het Nieuwert en laat niet over haar lopen. Weet je wie zij ook een goed paar zou kunnen zijn? Een loopband. Ja, of die van Lingo. Ja, Lucille. Lucille Wen. Die loopt ook zo vreemd. Die laat ook niet over haar lopen. Nee, kleine edit. Paarden stellen tenminste nooit teleur. Kijk, en dat is natuurlijk mooi, want je weet wat je ervan kan verwachten. Ze grazen, ze schijten. Dat moet ik ook nog even zeggen. Waarom ligt er overal paardenkak op straat? Ja, waarom hoef je het even op, man. Dus loop ik bij mijn hond, gaat die ergens zitten kakken, dan kijk ik om me heen van, ziet iemand dit niet? En dan ziet iemand het en die kijkt me zo aan van, geremt het wel op, hè? En ondertussen loopt er aan de andere kant van de straat een paard en die schijt gewoon 8 kilo op straat. En die loopt gewoon door. Dat kan toch niet? Caroline van der Plas, die hoorde er niet over, hè? Maar je wil niet weten hoeveel stikstof daar vanaf komt. Maar ik moet ook zeggen, Caroline doet het zelf ook.
Ja, klopt. Sowieso ook wel. Je gaat op straat zitten. Op het binnenhof lopen en dan komt ook... Nee, 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 nee. Ja, dat kan niet. Dat moet gepliept worden. Dat kan niet. Ik stem trouwens BBB, mannen. Waag het. Kom in mijn tuin en je laatste uur hebt geslagen, beest. Zit gewoon een lieve kat. Deze kat schattig, dan ben ik zeker dom, onredelijk. Onervaren, jong, arrogant, onaantrekkelijk en hypocriet. Kennen jullie nog die goede oude tijd dat Royalistic tegen Don de Jong ging roasten in het programma Je Moeder? Jouw moeder is zo dik. Als je met haar wil FaceTime, heet het geen FaceTime, maar SpaceTime. Daar zou ik Karen wel eens in willen zien. Want Karen die heeft genoeg ammunitie om iets sterks neer te zetten. Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen, het verval na K3 is voor Karen wel heel groot. Ja, het is heel snel. Ze is ook snel oud geworden. Hé Karen, ik lees zo uw praatjes op Instagram. Ik kan maar één ding zeggen. Het is echt wel een beetje terug dat de medewerkers op die ene GGZ-instelling die ene dag vergaat om elke deur op slot te doen. Zo. Precies, anders zou jij nu niet stond dronken en totaal verslaafd aan drugs in je bedje liggen. Terwijl je dingen schrijft die je niet eens meent. Oeh! Boom. Karen is lekker bezig. Ik hoop echt dat Karen deze video niet ziet. Want dan zijn we het haasje. Nou, ik ben aardig klaar met Karen. Ja? Ik ga haar persoonlijk even DM'en. Ja? Met ons Litouwers fan account. Ik weet nu dat er zo'n engel burger bestaat. Hé, ik weet nu dat er een vieze gore dikke bolhond bestaat. Oeh, dit is ook een slecht genomen foto. Was je vieze klauwen eens? Ja, dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. Ja, daar komt het wel op neer. Jij verdient een stuk zeep in je mond, knul. Godverdomme. Ze is wel scherp, hoor. Ze is heel scherp. Ik wou dat we met Karen konden zoomen of zo. Of zoenen. Kijk, het ding is, dit soort dingen ook. Dan gaat ze in een chatbot, gaat ze praten. Dan denk ik, als dit nep is, hoe hou je deze act zo lang vol met 30 likes? Wij maken een Lee Towers fanaccount, daar... Dat zijn, die act zijn we al snel kwijt, weet je wel. Maar zij zit er zo in. Maar hoe lang gaat het al een keer? Want dit is ook pas een week geleden. Dus misschien valt het wel mee. Dit is 14 juli. Ik ben echt benieuwd of Karen dit op de een of andere manier ziet. En wat dan de respons wordt. Goh, nog meer zwart geld. Jezus Christus. What the fuck? Dit klotst echt tegen de plinten. Dit hebben wij niet eens hier liggen. En groot ook, hè? Ja, echt dikke stapels. Dit is de vloer, hè? Dan loop je zo tegen de muur. Ja, het zijn zulke muren. Zullen we nog naar één dingetje kijken van Karen? En dan vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest. Ja, kijk, die auto. Daar gaan we. Storytime. Ik presenteer de auto van een gezinnetje waar ik al een tijd mee in conflict ben. Zij zelf zijn er rouwig om dat een onbekende dader tegen hun auto's knalt en de benen heeft genomen. Ik zelf ben er rouwig om dat ik niet degene ben geweest die er tegenaan is geknald. En nu willen ze informatie van mensen die iets hebben gezien. Ik heb wel wat informatie erover. Ik heb namelijk letterlijk gezien wie het wel heeft gedaan en waar die persoon nu is. Het zou geen verrassing zijn dat ik het lekker niet ga zeggen. Hahaha. Ze moeten zich eerst maar even wat respectvoller opstellen richting een beschaafde buurvrouw. En dan kan ik er misschien over na gaan denken en te vertellen naar wie ze moeten gaan zoeken. Kijk, en dat is lekker. Dat is echt lekker. En er is ook support. Thomas zegt, ik hoop dat die auto de fik in gaat. Ja. Dus die staat totaal achter elkaar en die is het er helemaal mee eens. Ik ben benieuwd of dit nou echt satire is of niet. Ik denk inderdaad ja. Ook als ik al die comments zie, dan denk ik mensen tillen nou niet zo aan. Dan komt er een hele paragraaf met, oh Karen, waarom doe je dit? Oh Karen, waarom doe je dat? Ze is een volwassen vrouw in de bloei van haar leven. Dus ze mag lekker doen wat ze zelf wil. Dus wat denken jullie? Laat het weten in de comments. Is dit satire of is het geen satire? En is Karen the GOAT? Oftewel the greatest of all time? Zeg nee. Ze is The Horse. De hardste onderschatte rapper sinds ever. En misschien moeten wij ook een eigen account gaan maken van een boomer. Ja, daar krijgen we al heel veel projecten. We kunnen Litouwers account omzetten nu in een boomer account. Ja, dat kan ook. Dus dat we één account maken en dat we die heel de tijd door allerlei verschillende fases gaan laten gaan. Nou, ga ons volgen. Ja, op Jos Dekkers. Jos Dekkers, ja. En dan gaan wij vanaf nu af aan een boomer-account bijhouden. Maar niet vertellen dat het satire is. Ook net zoals hun, gewoon reageren met... Ach Jos, wat doe je nou allemaal tof? Wat ben je nog gore racist? Dat soort dingen. Dat werkt prima bij de act. En dan komt het helemaal goed. Bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog. Op het belletje drukken. En tot de volgende keer. Ik weet nu dat zo'n Engelenburg bestaat.